12. Geweldig succes, hè. Geweldig succes. Ondertussen zit daar een goede film op. Mevrouw de minister, laten we het eens hebben over het derde VRT-kanaal op 12. Een zender zonder haalbaarheidsstudie. En als je de cijfers even opsomt nu in de laatste cijfers die er zijn bijgekomen. De zender kost tot nu toe 4 miljoen euro. U weet niet wat die gaat kosten. Dat heb ik al meermaals gevraagd in de commissie. Geen antwoorden daarop. We weten het niet. Waarschijnlijk nog meer. We hebben een marktaandeel nu van 2%. De VRT vindt dat nog te veel, want ze willen het laten zakken naar 1%. Ze hebben gezegd, we willen eerder tussen die zenders zitten. We hebben een kijkcijfer van 15.000. En een website dagbereik van 125 per dag. Dat zijn de cijfers van deze toch o zo succesvolle zender die u heeft gewild, die de VRT heeft gewild, maar niemand anders. Het wordt gemaakt door de openbare omroep. En de openbare omroep staat ook voor een besparingsopdracht. En dan vraag je je in godsnaam toch af, hoe is het mogelijk dat aan de ene kant het geld wordt buitengegooid voor amper resultaat of geen resultaat, en aan de andere kant, men moet schrappen om te bezuinigen. In het buitenland zie je genoeg themakanalen verdwijnen. Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, ze liggen daar allemaal onder vuur. Mevrouw de minister, in deze moeilijke tijden, waarbij elke euro belangrijk is, ook bij de openbare omroep, en nog even voorbijgaand aan het feit dat je zou kunnen discussiëren, is het de taak van een openbare omroep met belastinggeld om zoveel mogelijk nichekanalen te maken, want u heeft dat ook verklaard in een interview, zei u, van nichekanalen. Ik denk dat altijd gesteld is in dit huis dat de openbare omroep zo breed mogelijk moet programmeren en zo breed mogelijk alle Vlamingen moet bereiken, staat een beetje haaks. Dus mijn vraag aan u, mevrouw de minister, is, vindt u het correct dat er zoveel overheidsmiddelen worden uitgegeven voor niche-tv of themakanalen bij de openbare omroep? Mevrouw Lieden. Ja, collega. U zegt, laten we het eens hebben over op 12. Ik ben een beetje verbaasd, want we hebben er het gisteren nog over gehad in de commissiemedia. Ik weet niet of u daar toen aanwezig was. We hebben er ook nog een uitgebreide bespreking op 4 december in de commissiemedia over gehad. Dus ik begrijp eigenlijk niet wat de actualiteitswaarde van deze vraag is, eerlijk gezegd. En ik zal nog eens herhalen wat ik al iedere keer opnieuw in de commissie zeg, dat het een duidelijke politieke keuze was om CatNet te ontdubbelen van Canvas, om er zo voor te zorgen dat de kinderen ongestoord naar CatNet konden kijken tot 8 uur 's avonds. En dat nadien als bijkomende doelstelling we hebben gesteld dat de avonduren gaandeweg zouden kunnen gebruikt worden om bepaalde doelgroepen die nu niet aan aantrekking komen, ook door de VRT te laten bedienen. En we hebben twee doelgroepen gedefinieerd. De eerste waren de jongeren en de tweede zijn de expatriates. En wat betreft de twee doelgroepen hebben we ook timings afgesproken in de beheersovereenkomst. Daar zijn ook financieringen voor afgesproken. Die zijn ook vertaald in het meerjarenplan van de VRT, zowel operationeel als budgetair. En dat wordt allemaal correct opgevolgd. En ik zal het nog even voor u herhalen. De ontdubbeling is er gekomen vanuit CatNet. De tweede doelstelling, namelijk een programma voor expatriates organiseren, is er ook al uitgevoerd op voorlopend op de timing. En ik kan u zeggen dat die programma's wel hun kijkcijfers halen. Meer dan 200.000 kijkcijfers voor zo'n specifieke doelgroep is niet slecht. En de derde doelgroep waren de jongeren. En daarvan staat uitdrukkelijk in de beheersovereenkomst dat er een aanbod moet ontwikkeld worden vanaf september 2013. We zijn nu begin januari 2013, dus ik begrijp eigenlijk niet waarom u iedere keer opnieuw die evaluatie wilt naar voren trekken terwijl er nog geen... terwijl we nog niet eens de timing gepasseerd is die in de beheersovereenkomst staat. Niettemin wil ik u zeggen dat ik wel al wat cijfers heb over de ontdubbeling van CatNet. En die heb ik ook gisteren in de commissie nogmaals geciteerd. De ontdubbeling van CatNet leidt eigenlijk toch wel tot een beter weekbereik. In december 2012 was het weekbereik van CatNet op de televisie 55,4%. En als je dat vergelijkt met een jaar geleden, december 2011, was het 47,3%. Dus daar zit een goed resultaat. En ben ik ook heel blij dat we nu uiteindelijk die ontdubbeling hebben, de kwaliteitsdoelstellingen hebben kunnen bereiken die we vooropgesteld hebben. Namelijk dat die kinderprogramma's ononderbroken uitgevoerd worden, dat er in een kwalitatieve omgeving gewerkt wordt. En voor de rest stel ik voor dat we de doelstellingen evalueren en de timings evalueren, maar liefst nadat de doelstellingen en de timings verstreken zijn en niet op voorhand. Meneer Verstrepen.
Mevrouw de minister, u gooit alles ook wel op een hoopje en ik zal het ook eens duidelijk voor u maken waarom ik altijd die vragen opnieuw stel. Ja, maar dat begrijp ik. Bij dag één van de oprichting dat u per se dat kanaal wilde, dan was u een van de weinigen politiek die zei van ik wil hier een kanaal voor de VRT, een derde kanaal. Het gaat trouwens niet over Ketnet, want die cijfers van Ketnet die waren er al. Het gaat over op 12, dat staat ook zo bij de actuele vraag. Daarover gaat het en daaruit blijkt dat de marktaandelen, want die citeert u natuurlijk niet en die cijfers citeert u ook niet. En het kijkcijfer wat u daarnet geeft, dat is het typische trucje, ik ken dat ook, dat is een gecumuleerd cijfer. Maar als je puur naar marktaandeel kijkt en naar kijkcijfer, zit je rond 15.000 en niet boven de 200.000. Ik denk nog steeds, mevrouw de minister, ik ben van mening dat op 12 geen tv-zender waard is. En waarom? Ik zal dat staven met een cijfer van de VRT in huis. De website van Studio Brussel bijvoorbeeld en de videocontent die daarop zit, haalt per dag 16.600 kijkers via een website. U voelt mij komen, dan vind ik dat op 12 hooguit een website zou kunnen zijn bij de VRT en niet als een derde tv-kanaal verkocht, gepromoot en gefinancierd moet worden met overheidsgeld. U wens aan te sluiten, meneer Wiene, veronderstel ik, meneer Tommelijn. SPA niemand, meneer Caron uiteraard. En u was nog? Meneer Van Dalek was verwonderd dat u niet uw vinger opstak. Dan beginnen wij bij meneer Juxel, alstublieft. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil toch hier de minister volgen. De beheersovereenkomst zegt dat dat kanaal operationeel zal zijn op 1 september 2013. Ik denk dat het nog veel te vroeg is om een echte evaluatie te maken van iets dat nog moet uitgerold worden. Langs de andere kant, de communicatie van de VRT vorige week en de cijfers die bekendgemaakt zijn, daaruit blijkt dat dat kanaal ondermaats is, dat het aanbod ondermaats is. Er zijn maar twee programma's, Magazinski en Fans of Flanders, die tussen de 15.000 en 30.000 kijkers bereiken. Maar laat ons nu niet vooruitlopen op de feiten. Nu in de communicatie van de VRT, mevrouw de minister, werd ook gezegd, ja, we zijn aan het experimenteren, we zijn aan het uitproberen. Mijn vraag aan u is, zit daar ergens een logica in dat experimenteren? Wat zijn de grote lijnen van waar men eigenlijk finaal wil landen met op 12? Meneer Wiene. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, ik zou u niet willen ontgoochelen van niet tussen te komen in dit debat, want dan zou u verontrust zijn dat er iets mis is met mij. Mevrouw de minister, kijk, als we inderdaad moeten wachten tot 1 september 2013 om eventueel een evaluatie te maken van dat derde kanaal, dan heb ik sowieso mijn bedenkingen waarom dat derde kanaal per se moest starten op 14 mei 2012. En we weten dat allemaal, dat was inderdaad om zich te ontdoen van de sportrechten voor de Olympische Spelen. En ik heb van in het begin gezegd dat er geen inhoudelijke invulling mogelijk was voor zo'n derde kanaal. En de kijkcijfers beginnen dat stilaan te bewijzen, want de core business was expats en jongeren. Er zijn nu een jongerenprogramma en een expatsprogramma op die op 12 en het scoort rond de 15.000 kijkers. Mevrouw de minister, zelfs zwart-wit van Jurgen Verstrepen, had een veelvoud aan kijkers. Meneer Tommelijn. Ja, mevrouw de minister, met dat derde kanaal bent u in twee dingen geslaagd. Meer sport op de VRT, dat is in orde dus, want dat was ook de bedoeling. En twee, een dam opwerpen tegen de andere kwaliteitsvolle commerciële kinderzenders die een kwaliteitsvol aanbod geven. Ook daar bent u dus in geslaagd. U hebt inderdaad een politieke keuze gemaakt, het is een verkeerde politieke keuze geweest. Het is vooral een keuze geweest om geen keuzes te moeten maken. Maar als we het nu over op 12 hebben, dan kunt u de vraag stellen, was dat wenselijk? Nee. Is dat haalbaar? Ik zeg u nu opnieuw nee. Het enige wat u dus daarmee bereikt, is kostenverhoging voor de VRT. Een kanaal die niet zal marcheren. Ook in de toekomst zal dat blijken met uw evaluatie. En deze kostprijs is onverantwoord in deze besparingstijden. De regering Peters heeft andere dingen te doen dan te investeren in op 12. En u zal veel beter de regionale omroepen en de problematiek daarvan aanpakken. Meneer Van Dalen. Nou, dank u, voorzitter. Het is geen geheim dat wij koele minnaars waren van het derde kanaal, maar dat wij het initiatief zeker een kans wilden geven. Die cijfers die we nu krijgen, ja, dat zijn de eerste cijfers. Ik denk dat die waardevol zijn, dat die zeker nog zullen aangevuld worden met nieuwe cijfers, verfijnd zullen worden in de toekomst. En dan moeten we, denk ik, in alle onbevangenheid op een bepaald moment die evaluatie durven maken. Maar ik vind ook dat het vandaag te vroeg is om dat te doen. Meneer Caron?
Caron. Dank u wel. Ja, we moeten afwachten. En ik wil ook die we gaan de discussie van gisteren niet uitdoen, mevrouw Lietje, zeg. Maar wat ik wel wil zeggen aan collega Verstrepen in deze. En een vraag is, ik ga eens een vraag aan een collega stellen via het parlement. Of onafhankelijk van de vraag of op 12 een succes wordt of niet. Of de financiële keuze ervoor zinvol is of niet. Vindt u het zinvol dat de openbare omroep een aanbod voor kinderen heeft dat tot 8 uur 's avonds niet onderbroken wordt? Wel, wij vinden dat wel belangrijk. Ja. Mevrouw Lieten. Ja, collega's, ik denk, we hebben hier al heel dikwijls over gedebatteerd en we kennen elkaar standpunten hierover. Ik wil toch nog eventjes het kader herhalen. We hebben een duidelijke politieke keuze gemaakt en ik heb die gemaakt, daarin gesteund door de Vlaamse regering, om Ketnet af te splitsen, om ervoor te zorgen dat Ketnet ongestoord kan plaatsvinden tot 8 uur 's avonds. Dat hebben we gedaan en dat werkt goed. Ten tweede heb ik een politieke keuze gemaakt om ervoor te zeggen dat de VRT er moet zijn voor iedereen. Dat we niet alleen de kijkcijfers moeten nastreven, maar ook juist de VRT de moeilijkere doelgroepen moet benaderen. En we hebben 2 moeilijkere doelgroepen geïdentificeerd. Dat zijn de expats en dat zijn de jongeren. En daarover is een tijdschema en een budget afgesproken. En dat wordt gevolgd. En ik vind het eigenlijk, collega's, een beetje aberrant dat jullie iedere keer vooraleer de VRT de kans krijgt om haar aanbod te ontwikkelen, dat jullie iedere keer opnieuw willen op voorhand al gaan evalueren hoe het werkt. Dat is bijna een beetje alsof je op voorhand, vooraleer de kok het gerecht heeft gemaakt, al wil gaan proeven en al wil punten gaan geven over het gerecht. Ik wil nogmaals benadrukken, de VRT heeft nu een experimenteertijd. Experimenteer met jongerenprogramma's, onder andere Magazinski. Experimenteer met expatsprogramma's, onder andere Friends of Flanders. De bedoeling en de timing in de beheersovereenkomst is dat er vanaf september 2013 2 à 4 avonden ingevuld worden met jongerenprogramma's. En voor mij is dat, collega's, vooral een kwalitatieve doelstelling. En ik ben eigenlijk een beetje verbaasd dat net die collega's die in de aanloop van de besprekingen van de beheersovereenkomst van de VRT altijd hebben gehamerd dat de VRT niet moest gaan voor de kijkcijfers, maar niet moest de concurrentie spelen met de private media, maar moest gaan voor de waarde zoeken, voor de meerwaarde. Nu, wij vragen de VRT, wij geven haar daar opdrachten voor op 12. En nu zeggen jullie, ja, maar voer het maar af, want ze heeft geen kijkcijfers genoeg. Ja, het is wel het een of wel het andere. Dus collega's, ik vraag u, laten we correct zijn naar de VRT. Laten we de VRT de kans geven om die beheersovereenkomst uit te voeren volgens de doelstellingen en de timing en de budgetten die er voorzien zijn. En laten we inderdaad op het juiste moment evalueren of kwalitatief gezien de doelstellingen gehaald worden en wat we daarvan vinden. Meneer Verstreep, de slotopmerking. Ja, mevrouw de minister, ik zal u zeggen waarom wij evaluatie willen. Het is heel eenvoudig, maar misschien ontgaat u dat. Je hebt belastinggeld, je geeft dat uit aan vertier, aan een openbare omroep die niet weet wat ze moeten maken op een derde kanaal. Nogmaals, had dit voorkomen kunnen worden? Ja. Ik heb daar genoeg op gehamerd in de commissie. Nog steeds zit ik te wachten al zo lang op die haalbaarheidsstudie van het derde kanaal op 12. Een haalbaarheidsstudie is document nummer 1 in het volledige internationale medialandschap, waarbij je weet, we vertrekken hier, opgesplitst in 4 kwartalen, dat zijn de resultaten, dat kost het, dat gaat het eventueel opbrengen. En dan krijg je bijsturing. Wij werken hier omgekeerd. Wij zeggen dat we beginnen een zender, we weten niet voor wie en hoe we het gaan doen. We gaan experimenteren op zoek naar wat de doelgroep wil, dat zegt de VRT. Een proces van vallen en opstaan, dat kost 4 miljoen in de eerste fase. En als ik u vraag, vorige keer in de commissie, hoeveel kost het in 2012, kan u daar niet op antwoorden. We weten het niet, een blanco check. Wel, daarom vind ik het onze taak om hier te vragen van hoe zit het met dat project. Dit gaat niet over een privébedrijf, hè. De Jims en de TMF van deze wereld, die financieren zelf. En als het daar niet goed gaat, zetten ze de mensen op straat. Maar hier heb je blijkbaar de luxe van een minister die een zak geld geeft en zegt, weet je wat, doe eens iets en zie of dat het lukt.